Welkom bij Praat mee over Boer zoekt vrouw. Nou, Matthijs, je gebeden zijn verhoord, want de zon schijnt. Maar bij wie nog meer de zon scheen? Nou, het lijkt hier wel op deze weiland, zat ik net te bedenken. Nee, echt. Heerlijk. We hebben de zomereditie. Nou, precies. Ja, maar bij wie scheen de zon nou nog meer? Ik ben benieuwd. Annemiek, ja. Dames en heren, eindelijk. Ik denk dat Jilte haar hart heeft weten te openen. Even terug. Je hebt 3 weken lang alleen maar zitten zeuren over die Annemiek. Ja. En nu opeens, maar ik vind dat je gelijk hebt. Nee, maar er gebeurde gisteravond iets en ik vond het leuk. Blijkbaar had zij zeg maar deze schop onder de kont nodig, want Jilte was natuurlijk heel duidelijk. Hè, van... Ja, Jilte gaf aan van, blijf ik vanavond nog wel? Of is het misschien beter om weg te gaan? Ja. En het lijkt wel, zij zei toen van, nou, ik zou het toch nog wel heel leuk vinden als je een avond blijft. En dat is Annemieks. In haar taal betekent dat, hey, verlaat me niet. Nee. Ik wil je nog niet kwijt. Nee. En ik vind het toch ineens wel heel erg leuk. Nou, ik ook. Dus dat heeft Jilte goed gedaan. Denk jij ook dat zijn kans, of dat Jilte een goede kans maakt? Ja, nou, dat denk ik wel. Want die sneaky Erik een beetje. Nee, maar weet je wat ze ook over Erik zei in die uitzending? Omdat hij ook een paardenfokkerij met zijn ouders heeft, waar hij 24 uur per dag mee bezig is. Zij ziet niet hoe dat samen moet komen. Als zij het druk heeft, dat gaf ze aan. Ik denk, Jilte, jij hebt een hele goede move gemaakt. Het zou zomaar kunnen zijn dat opeens, en ook in het vooruitblik naar volgende week, zag je wel dat daar iets aan de hand was. En ik heb nog meer goed nieuws over Jilte. Oh, wat dan? Hij wordt namelijk weer oom. Oh, wat leuk. Nienke de Jong, dat is toch die journalist die overal aanschuift altijd. Ja. Die vertelde dat ze weer zwanger is van haar derde. Dus nou, dat is in ieder geval, mocht het met die Annemiek niet lukken, in ieder geval iets om naar uit te kijken. Dat zal ongeveer deze zomer gebeuren. Dubbel feest daar in huis Annemiek. We hebben Geert-Jan. Nou ja, daar eigenlijk heb ik ook kort over. Het enige wat ik leuk vind, vorige week riep ik hem natuurlijk op om zich toch wat appetijtelijker te kleden. Nou, we konden nu horen dat de dames dat dus ook vonden. Weg met die joggingbroek. We zagen hem gelukkig in wat leukere kleding. Maar, dus mag ik er wel iets van zeggen? Dat hebben we niet voorbereid, maar het komt ineens op. Oh, ik vind wel dat hij precies de 2 dames heeft die zich wel onberispelijk en heel goed kleden. Waar er is echt over nagedacht. Ja. Hij valt ook wel met zijn neus. Ja, dus juist niet in de boten, maar in de margarine. Precies. Want ik bedoel, als je dat ziet lopen met die sjaaltjes, die chatelier gisteren. Dat kleurt allemaal. En aan het zijen, Carine is het. Hè? Ja. Ziet er ook prachtig uit. Dus hij heeft er toch wel even een inhaalslag. Maar dat zeker. Maar hij valt dus ook op dat soort vrouwen. En dan vind ik ook, nou, zet er wat tegenover. Maar dat komt vast goed. Bastiaan moet. Ze hadden Liefvorm gekookt, kaarsjes aan en ze gingen er helemaal voor zitten voor de quality time met Bastiaan. Alleen toen viel het stil. Het was net Annemiek. Dat heeft hij niet. Hij heeft gewoon alleen maar interesse in zichzelf. En wat ik dan ook niet helemaal... Ja, of misschien dat jij het anders schreef. Maar ik vond die interesse van Miu in het hele traject van de witloofpen en hoe dat gaat, vond ik wat gefijnst. Maar of was dat... Meent ze dat nou of niet? Nee, ik denk wel dat zij oprecht geïnteresseerd is. Dat denk ik wel. Ze weet het sowieso, dat zeg ik al vanaf het begin. Maar die Elise is nog niet klaar met haar, hoor. Daar komt straks een dolksteek in. Het wordt nu echt leuk, hè? Ja, en ik vind het moeilijk toch inschatten wie het uiteindelijk gaat worden. Milou, dat zeg ik al vanaf het begin. Ja, oké, Milou. Luisteren. Nou, net als bij die volgende boer, want nu ga je weer met iets komen, hè? Ja, nou, Jan. Ja, en dat wordt dus gewoon, zoals ik je al 3 weken vertel. Nee, jij zegt Nienke. Nee, dat zeg ik niet. Ik voel het. Nee, ik zeg Vera. Want kijk, iedereen was misschien een beetje verbaasd dat het vrouwtje weg moest. Nou, verbaasd. Ik was helemaal... Mijn hele schema ging erop. Echt? Ik had een heel verhaal over vrouwtje voorbereid. Oh ja, dat is dan heel jammer. Nee, oké. Want het verbaasde mij toch misschien niet zo heel erg. Wat mij gewoon bij Vera opvalt, tegenover Nienke... Als je haar ziet, toch tussen de bewoners, wat heel belangrijk voor Jan is... Vind ik Vera wel meer op haar plek dan Nienke. Ik weet niet. Ik weet niet of het zo belangrijk voor Jan is. Dat vraag ik me af. Ik weet niet of hij heeft niet een boerin nodig op zijn boerderij. Nee. Maar ik moet wel eens... De vrouwtje, wat ik toch het voorbereid ben, ik zeg het om. Ja. Die had heel goed bij hem gepast. Alleen, hij zal het toch wel weten. Die heeft dus aan de hogere agrarische school gestudeerd. Vind ik wel goed. Oké. En dan gaat het ook nog in de richting veeteelt was er. Toen is ze gaan stage lopen. Is van de ene door het ene bedrijf bij het andere weggekocht. Heeft ze tussendoor ook nog een eigen blad opgericht. Oh, jonge helden in het groen. Over agrariërs, zeg maar. Okay. En dan hebben ze dus ook nog een live talkshow op zaterdagavond in het hele land. Gaat dat gewoon, die kun je bestellen. En dan interviewt zij, zeg maar, agrarische ondernemers. Eigenlijk een soort Sonja Boerend, zo moet je haar zien. En dat zou natuurlijk een ideale partij voor Jan zijn. Ja, ik vond hem zelf ook leuk. Ja. Maar goed. Maar ja, goed, kijk, je weet nooit hoe Boer zoekt vrouw loopt. Misschien uiteindelijk komen vrouwtje en Jan nog bij elkaar. Straks mogen de, volgende week, dus mogen de koeien uit de stal.
Ja. En dan moeten ze hier in het weiland, dus moeten wij weg. Hoe boer zoekt vrouw wil je het hebben? Dat bedoel ik maar. Maar gelukkig heeft boerderij Zinneveld weer een ander plekje voor ons. Want die wil ik wel eventjes bedanken. Want ja, ik vind het echt te gek dat we dat hier op mogen nemen. Nou ja, en dan kijken wij weer uit naar een nieuwe aflevering volgende week. En nou ja, ik hoop dat het net zo spraakmakend is als het afgelopen week was. Ik wens u een goede week. Dag!